Amsterdammers, ik ben Annemiek. De huidige omstandigheden die doen met ons allemaal wat. De een zit beter in zijn vel dan de ander en ook dat kan per dag verschillen. Omdat het heel belangrijk is om goed voor jezelf te zorgen, ga ik namens Thrive Amsterdam op zoek naar alle online mogelijkheden om hulp te krijgen. Op de website van Thrive Amsterdam staat een overzicht met verschillende vormen van online hulp. We scrollen er nu gauw doorheen, want zoals je ziet zijn het er heel wat. Dit komt omdat ze toegespitst zijn op verschillende doelgroepen en op verschillende klachten. In deze vlogserie ga ik digitaal op bezoek bij 6 verschillende aanbieders van online hulp. Ik zal ze vragen wat ze precies aanbieden en natuurlijk hoe het voor ons goed vindbaar is, zodat we weten hoe te gebruiken. Vandaag te beginnen met Presence. Oké, Els, leuk dat je te gast wil zijn. Kun je mij iets vertellen over wat Presence aan e-health doet? Presence is de onderdeel van een grote GGZ-organisatie en heeft verschillende mogelijkheden. Dus ze hebben preventief aanbod online. En in deze periode van corona hebben ze specifieke modules op hoe blijf ik mentaal gezond. In deze tijd van corona hebben ze 4 verschillende modules voor. En daarnaast hebben ze ook aanbod wat ze altijd hebben online. En dat gaat dan bijvoorbeeld om minder piekeren of omgaan met somberheid. Maar het gaat ook over bijvoorbeeld problemen die je kan hebben in de opvoeding van kinderen als je zelf stress hebt. Dus ze hebben eigenlijk een vrij breed aanbod. En waren die 4 speciale modules, waren die er al? Of zijn die speciaal nu voor onze coronasituatie ontwikkeld? Ja, die zijn speciaal ontwikkeld. Wat ik me afvroeg, stel je zit nu thuis, we zitten allemaal thuis, maar je zit gewoon niet zo lekker in je vel. Je ziet deze vlog en denkt, ja, ik zou het toch wel fijn vinden om wat even met iemand te praten of ondersteuning te krijgen. Of nou, in ieder geval wat hulp. Hoe gaat dat dan in werking? Ja, het handigste is denk ik, hè, er zijn verschillende manieren natuurlijk, maar ik denk dat de handigste manier is om naar de website van GGZ in Geest te gaan. Mm-hmm. Dat is gewoon www.ggzingeest.nl. En dan kan je zelf, dan zie je rechtsboven een hoekje Mijn Dossier heet dat. En dan heb je nog helemaal geen dossier hoor, maar dan krijg je al toegang tot eenvoudige zelfhulpmodules. Dus zonder verwijzing of wat dan ook kan je van onze een aantal online modules gebruik maken. En daarnaast, als je op diezelfde website zoekt naar Presence, je kan gewoon dat intypen. Dan kom je vanzelf ook bij het andere aanbod van Presence. En daar zie je ook dat je een mailtje kan sturen naar preventie@presence.nl. En dan kan je bijvoorbeeld ook kijken of je wat telefonische gesprekken kunt afspreken. Je kan ook kijken of je bijvoorbeeld een online groep die er nu wordt georganiseerd, of dat iets voor je is. Dus ik zou zeggen via de website en eventueel met een mailtje preventie@presence.nl, dan kan je al heel snel op veel informatie komen. Heb jij voor de mensen die nu kijken misschien een briljante quarantaine tip om mentaal gezond te blijven? Dan moet ik natuurlijk aan mezelf denken. Ik heb geen briljante tip. Ik heb gewoon de normale huistuin- en keukentips die ik zelf toepas. Mm-hmm. Heel goed letten op je structuur. Hè? Dus gewoon op tijd op blijven staan. Op tijd naar bed goede maaltijden doen. Hè? Dus hou vast aan je normale structuur. Ik heb het een beetje makkelijk, want ik heb een tuintje. Ik vind het ontzettend belangrijk dat mensen wel naar buiten blijven gaan binnen de mogelijkheden die er zijn. In een tuintje is dat makkelijk. Als je dat niet hebt, ga toch even een blokje omlopen. Probeer wel op een goede manier naar buiten te blijven gaan. Is echt ontzettend belangrijk voor je geestelijke gezondheidszorg. En blijf bewegen. En afleiding in hobby's. Ja, het zijn misschien dooddoeners die je allemaal al eens gehoord hebt. Maar ik heb weer fotograferen opgepakt, wat ik de hele tijd niet deed. Heel leuk.
Ja, precies. Dus probeer echt weer dingen op te pakken die je vroeger leuk vond en waar je niet aan toe kwam. He, er zijn ook mensen die zeggen, ik ben zo blij dat ik eindelijk weer kan lezen. Maar ja, als je niet goed in je vel zit, dan is je concentratie natuurlijk ook wat slechter. Dus dat snap ik. Ja, maar probeer toch echt aardig te zijn voor jezelf. En niet te streng, niet te veel moeten. Maar dat is niet makkelijk. En zeker niet als je ook nog werk hebt en kinderen in huis. Ja, dan, daar worstelt iedereen mee. Hoe doen we dat? Maar ik denk dat je daar bijvoorbeeld op onze online modules ook echt goede tips voor kan vinden. Heel erg bedankt. Hele goede tip. Ik had het niet beter kunnen zeggen. Dankjewel, Els. Graag gedaan.